Nou, ik ben weer een beetje opgeknapt nu na mijn griepperiode. De stukjes die je hiervoor zag, dat waren nog oude stukjes. Dus vandaar dat je misschien denkt, hoe kan het nou dat hij ineens weer zo verkouden klinkt. Maar dit zijn dus eigenlijk de opnames na de griep. ik ga nu de laders monteren. Nou, die moeten natuurlijk hier komen. Waar nu dit oude laderkastje staat, dat moet eruit. De handvaten die ga ik wel gebruiken, denk ik. Eerst maar even slopen. Watje. Ik geloof ik hem even losschroeven, dan krijg ik nooit in mijn eentje naar buiten. Zo, dat is leeg. Ik ga eens even een lade halen. Dit zijn best joekels. Kun je wel zeggen. Pas nog ook zeg. Dan moet ik er rekening mee houden dat er nog een front voor komt. Het frontje moet gelijk komen met de voorkant. Dus dat betekent dat ik deze op ongeveer 18 mm vanaf de voorkant neerzet. Aangenomen dat ik frontjes van 18 mm neem. Lijkt me wel het mooiste, want die zijn lekker stevig. En het meeste materiaal heeft die dikte wel. Nou hebben deze ladergeleiders het nadeel dat ze niet demontabel zijn. Dus ik moet ze van de la halen om ze te monteren. Dat is iets lastiger, maar moet ook lukken. Nou, de afstand van die ladergeleider is 18 mm. Dat betekent dat ik 36 mm vanaf de voorkant van die kast de ladergeleider moet monteren. Dan moet ik deze loshalen en dan kan die er zo af. Zie, het werkt iets anders dan bij de vorige ladergeleiders die ik heb gemonteerd. Maar dit werkt ook prima. Nou, die onderste ladergeleiders die kan ik in ieder geval op de bodem monteren. Dat is handig. Nou, even kijken. Hier heb ik hem. Het is een beetje donker hier. Kijk, dan zit hij altijd mee op de goede plek. Dan zet ik de achterste even vast. Ik zet ze nog niet allemaal helemaal vast. Dan zit hij in ieder geval even vast. Andere zijde. Kijk, ik heb dit boordje gekocht. Dat zijn eigenlijk scharnierboordjes of ladergeleiderboordjes, weet ik veel. Maar die zorgt ervoor dat je altijd precies in het midden van zo'n gaatje terechtkomt met boren. Dat is natuurlijk erg handig. Voordat ik nu verder ga met monteren, met vastzetten van die ladergeleiders, ga ik eerst even kijken of die past. Zo. Ja. Kijk eens. Ja. Schitterend. Ik pak gewoon even een plankje. En dan kan ik even kijken of die overal mooi aansluit. Nou, dit is mooi. En hier ook, dit komt heel goed uit. Ja, mooi. Nou wil ik voor die onderste la wil ik een wat grotere tussenruimte tussen de laders. Omdat daar
vessen tussen moeten of schoonmaakmiddelen. Dus dat is wel handig als ik daar een beetje ruimte voor heb. Dus dat betekent dat ik hem niet te dicht erop moet zetten, maar wat meer ruimte creëren. Betekent dat ik misschien een van de laders moet afzagen, een stukje, zodat ik meer ruimte krijg. Moet ik even kijken. Ik heb er even een fles in gezet, dan krijg ik een beetje een idee van de hoogte. Nou, die fles die komt op 30 centimeter vanaf de bodem. Dus als ik de volgende op 32 zet, heb ik ruimte genoeg. Heb ik er nog 2 centimeter tussen. En volgens mij is dit een van de grootste flessen. Ik zal nog even voor de zekerheid controleren. Moet het goed uitkomen. Waar ik wel rekening mee moet houden is dat de onderkant van de ladergeleider, die zit 16 mm lager dan de onderkant van de laag. Dus dat betekent als ik hem hier op 32 zet, de ladergeleider, dan komt hij te hoog te zitten. Dus ik moet 16 mm lager gaan zitten met het monteren van de ladergeleider. En dan op de goede maat. Voordat ik dat doe, moet ik eerst deze nog eventjes goed monteren. Dus wat extra schroefjes erbij. Ik heb hier even afgetekend waar die 32 zit. En dan kan ik met de blokhaak even een lijn uitzetten. En dat moet ik aan de andere kant uiteraard ook doen. Ik moet wel scherp blijven, want ik zei daarnet al, die ladergeleider die komt 16 mm lager te zitten dan de onderkant van de laag. Dus dat betekent dat ik de lijn ook 16 mm lager moet zetten. Want anders komt die te hoog te zitten. Opnieuw meten dus. Dat zou hem moeten zijn. Ik zet de waterpas erop. Maar hij zit te hoog. Hij zit veel te hoog. Dat is niet goed. Ik gebruik deze. Daar kan ik hem mee stellen. En dat is iets handiger. Zo. Kijk, in feite is het niet zo'n hele grote ramp. Als er iets te hoog of te laag zit, komt er een vondje voor. En dat kan ik natuurlijk nog stellen. Maar het is natuurlijk wel prettiger als die in één keer goed zit. Volgens mij heb ik iets met ladergeleiders of ladergeleiders hebben iets tegen mij. Ik weet niet wat het is, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ik een ladergeleider monteerde. Of ladergeleiders, meerdere. Waarvan er niet één set fout ging op de een of andere manier. Zo nu ook weer. Die geleider die ik er als eerste in heb gezet, die ging dus verder goed. En nu zet ik net die lader weer opnieuw in. En hij ging ook heel moeizaam erin. Ik weet niet wat er gebeurde, maar hij loopt niet meer, dat sowieso, hier nu wel, maar hij gaat een heel stuk meer naar achteren. Waarom weet ik niet, ik heb geen flauw idee. Alles zit hetzelfde, de maten zijn allemaal hetzelfde en toch presteert hij het om meer naar achter te gaan dan de andere. Rara, hoe kan het? Dus ja, dan rest mij niets anders dan hem los te halen en hem iets naar voren te zetten, want hij gaat echt een halve centimeter meer naar binnen. Dat is natuurlijk geen gezicht. Nou, ik heb het even opgemeten. Het is inderdaad precies 5 mm wat die verder naar achteren gaat. Dus ja, ik haal hem maar weer los en ik zet hem maar 5 mm naar achteren. Gaaf dit. Nou, het is uiteindelijk gelukt. Ze zitten erin. Ze zitten gelijk nu. En dat is wel prettig. Ik heb hem gewoon dus inderdaad 5 mm meer naar achteren geplaatst. Nee, naar voren. Ik zei het ook verkeerd, de straks volgens mij. Ik heb ze iets ervoor geplaatst, 5 mm. En nu gaat hij wel goed. Hij loopt alleen niet helemaal mooi hoor. Er is iets gebeurd met die ladergeleider. Nou, goed. Hé? Serieus? Hij gaat weer verder naar achteren. Nou jongens, wat is dit nou? Hoe kan dit nou? Ik weet niet wat er met dat ding is, maar die is niet goed.
Dan kan ik dat allemaal weer terugsturen. Maar god, dat kost allemaal een hoop tijd en ellende. Het schiet allemaal niet op zo. Ik word er een beetje bedroefd van. Er zit ook een rare klik in. Als ik hem eruit trek. Nou is hij weer goed. Maar hij loopt niet goed. Nou, nu is hij weer goed. Het is niet te geloven dit. Echt hoor. Ik ga er even wat vet in spuiten. Kijken of dat helpt. Anders weet ik het ook niet meer. De vondjes voor die laders ga ik maken van MDF. Ik probeer altijd alles zo goedkoop mogelijk te maken. Dat is een beetje een sport van me. Ik weet niet of dat nou zuinigheid is of gierigheid. Waarschijnlijk zullen jullie me een vrek noemen. Dat kan. Maar ja, MDF, ik heb nog een deel liggen. En ik heb een stukje bijgehaald. Daarna ga ik ze beplakken met folie. Met van die plakfolie. En dan is het effect een beetje hetzelfde als dit. Het komt niet helemaal overeen, maar het benadert het behoorlijk. Dus daar gaat het eigenlijk om. Wat belangrijk is bij het opmeten van die laderfronten, is dat je rekening houdt met de ladergeleider. Want die komt namelijk naar buiten. Dus als je je laderfront dit dicht op de volgende zet, dan heb je een probleem, want dan loopt die mee. Deze bijvoorbeeld. Dan kom je dus tegen de onderste ladervond aan. Dat is niet de bedoeling. Dus daar moet je even goed op letten. Ik begin met het opmeten van het bovenste ladervond. Dan werk ik naar onder. Als je aan de onderkant begint, dan loop je de kans dat je niet helemaal lekker uitkomt. Dus ik begin bovenin. En eigenlijk meet ik er gewoon 2. Want die onderste die wordt iets breder. En de bovenste 2, die krijgen dezelfde maat. Dus vandaar dat ik ze even allebei opmeet. Ik heb die platen deels op maat gemaakt. De bovenste 2 zijn al op maat. Maar die onderste, die is nog te breed. Ik wilde hem al op maat zagen, ga ik nog niet doen. Ik ga eerst die bovenste 2 monteren en dan meet ik die onderste nog een keer op. Meten is weten en je kan beter een keer te veel meten dan te weinig, maar dan weet je ook zeker dat hij goed zit. Als ik het te veel afzaag, dan baal ik aan zijn stekker, want dan heb ik geen hout meer, kan ik weer hout halen. Dus doen we niet. Ik heb hier dubbelzijdig tape op geplakt. Ik hoop dat dat zo lukt, want anders moet ik het op een andere manier doen. Wat ik ga doen, ik heb hier een paar stukjes van dat triplex, dat is 5 mm dik. Dat kan er heel mooi tussen, dan heb ik precies de maat. En ik heb een stukje voor de zijkant, dus dat zou het moeten worden. Ik moet wat dunners hebben hiervoor, zie ik. Voor de zijkant. Ik heb het anders voor de zijkant. Dat is wel goed, volgens mij. Ja, dat komt beter uit. Hij moet natuurlijk in één keer goed. Want ik kan hem niet losmaken en opnieuw doen, want dan gaat het niet goed. Zo, goed aandrukken aan alle kanten en dan naar beneden. Hopen dat hij vast zit. Alles maar even. Ja. Klemmetje erop. Kijk. Dat is helemaal goed. En nou kan ik hem vastschroeven. Ja, dat is mooi. Ziet een mooie kier omheen. Dit is goed zo. Dat is helemaal goed. Nou, hij is iets groter geworden, zie ik. Dat is ook raar. Ja, ik vond hem wel wat ruim inderdaad. Maar
Het is wel aan de krappe kant, denk ik. Zie ik nu. Want dan moet deze precies gelijk komen met de bovenkant van deze. Op zich niet zo erg, maar... Ja. Dat is ook raar dat die naar lager zit. Nee. Ik denk dat je weer los moet maken. Ik heb hem opnieuw gedaan en die kier die is nu net even wat smaller. En dat staat net even wat netter. Want dan is hij rondom. Dan is het echt rondom helemaal hetzelfde. En dat is wat het moet zijn. De tweede zit ook. Die is netjes. Keurig kiertje. Ietsje speling. Dat is mooi. En hier zit hij ook. Mooi gelijk. Nou, een stop. Ik heb even een paar stukjes schildersteep hier aangebracht, want dan kan je iets makkelijker openen. Dat is wel even handig van nood. Nou, het is me uiteindelijk gelukt om dat paneel erin te krijgen. Maar die la heeft een hekel aan me. het heeft wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk heb ik ze aan de voorkant gewoon heb ik hem vastgeschroefd. Ik heb van alles geprobeerd aan de achterkant schroefjes en vastlijmen, weet ik het allemaal. Het lukte allemaal niet. Hij viel er gewoon weer af. Dus hij wilde niet. Maar hij zit nu. Dus nu moet ik hem officieel vastmaken. Ik ga met een redelijke grote boor boren. Ik heb even een plakmatje erop gedaan, zodat ik niet te diep boor. En dan kan ik hem hopelijk makkelijk terugvinden. De klem erop. Kijk, dat zijn grote gaten. Kijk, dat kan je makkelijk terugvinden. Nu ga ik dit gat groter maken. En ik heb wel even een plakbandje erop gedaan. Dus hem even een beetje verzinken. Dan kan ik er een rampamoer in draaien. Kijk, die is mooi verzonken. Nou, we gaan even kijken of dat lukt. Nou, hij zit erin hoor. Nou, hopen dat het goed zit. Onvoorstelbaar. Dat zit het ook nog. Ik heb het idee dat hij hier iets lager zit, maar dat mag hij hebben. Nou, die andere twee. Ik ga de randen even afronden. Doe ik even met de frees. Schuurpapiertje erover, zodat hij glad is. En dan kan de folie erover. Ik ga eventjes de handvaten boren. Daar heb ik zo'n hulpstukje. Dat is best handig. Van IKEA voor. Dan weet je altijd dat je goed zit. Ja, ik heb er doorheen geboord. Dat hoort eigenlijk niet, maar... Ach, hè? Ik heb even wat houtlijm verdund met water. Dan smeer ik even die kopse kanten mee in. Ik kan dat even drogen en dan weet ik zeker dat het folie dadelijk goed blijft plakken. Nou, ik ben er klaar voor om ze te gaan wrappen, zoals dat heet. En eigenlijk is dat gewoon een mooi woord voor met folie beplakken. Ik heb ze een beetje geschuurd. De zijkantjes weer, want die had ik natuurlijk ingesmeerd met houtlijm. Dan moet je ze wel even een beetje opschuren. Want anders zijn ze niet glad en dan heb je kans dat het niet zo lekker plakt. Ik zorg altijd voor een overlap van 1,3 cm. En dat is voldoende. Ja, niet heel recht. Eens even kijken. Ja, ik heb onze video gemaakt over dat...
Ik heb wel eens een video gemaakt over het rappen. Dus om nou weer een hele video te gaan maken, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dat heeft ook niet zoveel zin, hè. Dus kijk gewoon mijn originele video over het rappen. En zie je hier, een mooi ladevondje. Dan ben ik die handsvaat aan het monteren, maar dan zie ik dat ik één ding vergeet. En dat is om de gaten even te verzinken aan de achterkant. Want hier zitten natuurlijk wat bolle kopjes op deze bouten. En dan gaat het niet goed, want dan kijkt de la niet goed vlak tegen het nepvondje, zeg maar. Dus even een beetje verzinken. Zo. Deze maar nemen. Kijk, nou vallen de kopjes van die schroeven er mooi in. Peter. Nou, kijk aan. Missie geslaagd. Alles zit erin. Netjes gewrapt. Moet ze nog indelen. Hier zit nog weinig in, maar het begint te komen. Ik moet even kijken wat ik er allemaal in ga doen. Maar voorlopig is het compleet. En ik ben er blij mee.